Hey guys, welcome to a new stream. Today we're flying to Barcelona. We're doing a group flight to to Barcelona, of course. We're flying along with Sebastian. Of course, go check out his channel. I do not currently have a link in the description, but I will get that fixed soon. I'm just waiting for him to start. We'll be speaking in Dutch. So, yeah, enjoy the stream and yeah. Oh yeah, it's going live now as well, so we'll talk to him soon. But yeah, of course, welcome everybody. We'll see if someone joins. If someone doesn't join, that would be pity, but of course, we are having our Charleroi Revue tomorrow, so I'm pretty busy with that, so I wouldn't be flying back, unfortunately. I'll still have to do a few things for the Revue. We'll wait for him to get started. Then we can... Voilà, Milan, je bent hoorbaar op de stream. Geef het maar even mee. Hallo iedereen. Ja, op dit ogenblik is er nog niemand aan het kijken, maar het zal wel nog komen. Ja, hetzelfde neer. Hopelijk vliegen er ook wel mensen mee. Het zou wel leuk zijn. Ja, voorlopig lijken we maar met z'n tweeën te zijn, maar het is al dat. We gaan al compagnie hebben in de vlucht. Ja. ga jij al opstarten of? Ja, stulletjes aan. Okay, we'll get our. Today we're Beeline 9 Hotel Quebec. Quebec Hotel. Ja, de eerste butcher van de avond van de callsign is al direct gebeurd. Allee, moest sowieso de eerste keer zijn, hè? Yep, sorry guys, I'm back. I was just getting some sound in order. Ja, ik ben terug. Ik moest even mijn geluid in orde brengen. Yep, geen probleem. Ja, guys, sorry for the noise. So, flight plan for today. Sorry. Today we are flying to Barcelona. 2-5 right is in use, so we won't be using the 19er or the Chèvre to Lima. Then we'll go to Chèvre, Medellín, Lazador, Covin. We'll go, we're expecting 2-4 right for arrival. That's what the usual arrival in Barcelona is. Weather is looking pretty okay today in Brussels as well. There's some low clouds, but looking outside, that's not gonna be of any concern for me. Not like we can turn on the autopilot from 4,000 feet and it's only a few clouds, so no worries about the weather for us. Cav is okay in Barcelona. We have 090, it's a little crosswind, but nothing we can't deal with. Yeah, we'll just get started on the loading of the aircraft. So at the moment it's 6:32 p.m. and we don't have
Do we have Brussels Tower online? Unfortunately not. I was hoping someone would take Brussels Tower, but it seems they aren't. I will just instantly load the fuel because I'm not gonna wait for that. Then I'm gonna go GSX and I'm gonna request Boarding boarding. requested. Yeah, so we'll already go ahead and pin up our taxi charts. So we've got the airport briefing. Do you want to board crew? We'll board Crew crew. boarding starting. So we should take the 10-9 charts. 10-9, here it is. And then we have our ground chart where we can see, so we'll pin that. Our sit will be the Gievre 5 char. 3. Oh my god. Yeah, don't pay attention to me, guys. So it's the Gievre 3 Golf Departure that we're Take looking off two for. five right. Affirm 25 right. Ik heb juist nagekeken en one-niner is geclosed. Want Simbrief had mij one-niner gezegd, maar dat slaagt echt weer nergens op. Ja. So, over here we have the Gievre 3 Golf Departure, we're gonna pin that. The radar minimum altitude. Yeah, we have 1800 minimums, but then 2200. Nothing we have to worry about immediately. We'll take a look at Barcelona later. So we've got these two charts pinned, then we can go to the MCDU, go to the Your ATSU crew has menu, boarded. Passengers boarding starting. and then also, first of all, put these on, and also this. We can get our VAMSIS flight started, and the welcome message from a very nice Brussels Airlines captain. Your guests are welcome on board your Brussels Airlines flight. We go Please take a AOC seat menu in indicated express on the requests. flight. We are presently refueling the aircraft. We have got all the time of our lives. Please adhere to We maintaining just flight policy we have a and boarding departure at procedures. 18 Zulu, Use so all your hand luggage we for have got boarding and time. for evacuation. Store your accessoires and The smart watch in IRS bags. initials, we can see that's all Remove green, hand so it's cones or other okay. large items And over they're all cabin. If your seat perfectly is on the aligned, third so floor that's or good. next to an emergency exit, all Wind and items must be stored on the temperature. aircraft side. If you cannot store your luggage safely, we will transfer it to hold and you can collect it at your end destination. Ambassador Passagiers, welcome on board from the Brussels Airlines flight. Tower online. Name asked to be flagged Yep, is ik Louis kreeg ook net Vincent de van melding. Centraal. Wij zijn momenteel aan het bij. Danke, gelieve de toiletten niet te gebruiken, het roodverbodding We'll activeren get en this niet te gebruiken filed, voor de and then we'll Al tune medewerkers Brussels Tower as well. That's oh, Gelieve there we have him. reddingswagens en kleine bagage onder de stoel voor uw plaats. De bagagebakken zijn voorbehouden voor grote stukken. Als u op de eerste Tower rij online, zit, contact kunt u when zich ready. altijd vangen en One alle two zero handen decimal van seven de eight zero. bagagebakken opruimen. Als u uw handbagage niet veilig kunt opruimen naar de plaats waar We u will bent, get our 015 radio check. Terug op uw bestemming. Iberia 015 325. Passagier die aan via Bordeaux wordt gevolgd, dus zij hebben geplaatst. Okay, we'll get some Iberia 015 is also reading you 5. We are parked at stand 147 with information Bravo requesting IFR clearance to Barcelona as filed. Iberia 015, u vliegt toe Barcelona as filed via de Gievre 3 Golf Departure 3258. Climb 60 en squawk 7125. We have 8.0 kilograms on board. Just take the 80s for a minute. It's 909 or 4 to left Tower, right, yes. Iberia 015 Brussels South.
Did you copy the readback of the IFR clearance? Negative. Iberia 015 is cleared to Barcelona as filed, runway 25 right, Chief 3 Golf departure, initial climb flight level 60 and squawk 7125, Iberia 015. Iberia 015, readback is correct. Reports are ready for push. Wilco, Iberia 015. Located runway 25 right, 73. Postman 73 Whiskey, continue taxi to Rolling Point Bravo 1 via we the out. Hey, IFR clearance. What is Rolling Point Bravo 1 via the out? 73 Whiskey. Dat is daar waar, good evening, B-Line Niner Quebec Hotel, radio check. B-Line Niner Quebec Hotel, radio 555. Radio 555 is wel B-Line Niner Quebec Hotel, request IFR clearance to Barcelona with information Bravo on board. B-Line Niner Quebec Hotel, information Bravo is correct, you're clear to Barcelona via the Chevrolet Trigon departure out of runway 255. Climb 60 and squawk 7127. 7127, alright. Milan Niner Quebec Hotel is cleared to Barcelona via the Chevrolet 3 Golf departure on runway 25 right. Initial climb flight level 60 and squawk 7127. Milan. I was about to say my call sign a second time. B-Line Niner Quebec Hotel, readback is correct. Report ready for push and start. Report ready for push and start. B-Line Niner Quebec Hotel. Okay, we can insert that. Just confirm you have flight level 370. Yep, okay. Fuel prediction is filled in. Then we can go over to Perfo. We'll just. I'm just gonna take the toga takeoff because. Yep, so that's filled in. Can put up the overhead slightly. The night lighting in this thing is absolutely ugly, but it's okay. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers removed. Fuel quantity 8000 kilograms. Seatbelt signs on ADERS, NAV, and BaroRAV is QNH 994. We get the lights up turned up a little. Thank you. Integration lights. Yep. Hello. Then it's over here. Do I? Yep. Yeah. Slide. That's a little too much. Yeah, that's okay. At the moment, we don't have anything to do immediately. So we'll just have a look at our departure now that we're we have anything free to do. So departure. Nope, I'm wrong. No pin charts. Yes. So I've got this one right. So it will be a very short boarding is complete. We have got No. Ah, it's okay. Iberia 015 is ready for push and start. Oh my god, he's ready for push and start. Yeah, 5 push. Push and start approved, facing east, Iberia 015. Postman 73 Whiskey, winds 1-3 degrees, 0-9 knots, 255 right before takeoff. So, if we have a failure before V2, I call stop and we will reject on takeoff. If we have a failure after V2, we will climb to 1000 feet and follow the published missed approach procedure, and we'll approach 25 right again for
for an emergency landing. If not, we will continue on the Sèvres Trigolf departure as assigned. It's a pretty quick right turn at 700 feet. At least we have to be at 700 feet or above before we make the right turn, but we will be, if everything goes correctly, we will be. Then it's a pretty straightforward departure direct Sèvres. So, this can go on. And we can lock the door. Before start checklist, parking brake set, take a speed and thrust. We will do a toga takeoff and speeds are V1 143, VR 144, V2 148. Windows closed on both sides. Yep, closed and locked. Beacon is on. Bida Niner Quebec Hotel, ready for push and start. Bida Niner Quebec Hotel, push and start is approved. Facing east. Push and start is approved. Facing east, Bida Niner Quebec Hotel. Release parking brake. Starting push. All engines clear. And we will take the taxi chart because we will need it as well, but not immediately. So, I'm gonna start the engine already. I know it's a little early, but your guests are about to proceed with the safety briefing. If you have any questions, do not hesitate to contact a member of our team. There are 8 emergency exits. I do not have the take a moment to locate the emergency exit. The quick view setup for you guys, so my apologies for that. If we have to evacuate, follow the fluorescent strips on the floor. Remember that the nearest emergency exit may I've got a tech. Fasten and tighten your seatbelt lower tight around your waist as demonstrated by our flight attendants. To unfasten, simply lift the Pushman 738 ski, number 86 available, monitoring the convoy to the destination. Thanks for flying close to the cable. Bye bye. Oxygen masks will drop down from the panel above. If you're wearing a protective face mask, Iberia 015 is ready to taxi. Pull an oxygen mask towards you to activate. Iberia 015 taxi to Bravo 1 via Romeo 4 and Artis 7. Pass the elastic band around your head. Taxi to engine 2 is available, starting engine 1. Romeo 4 and Outers Iberia 015. We can see this one. Now we can't. Let's put it. Tighten the strap around your waist. And parking brake is set. Oh, I'm just gonna go, yep. Auto brake max. Then we can start the flight control check. Full left. Full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral, flight control check complete. Listen to and follow the instructions given by the crew. Thank you for listening. We take your safety. We will see Sebastian come by somewhere over here anytime soon. So engine 1 is available, we can get back to normal. And then we have got the protective wind shear system, we will put that on. That is over here. And this will go off. Am I forgetting something? No, taxi checklist, flight control check, checked, web setting, config 1 plus F, radios and predictive wind shear system on and auto.
And for yeah, the ECAM shouldn't be in takeoff no blue because we're not taking off yet. Clear of ground equipment. Bilan Niner Quebec Hotel, ready for taxi. Bilan Niner Quebec Hotel, taxi to Bravo 1 via the outers. Taxi to Bravo 1 via the outers. And what's the QNH? QNH Niner Niner 4. Okay, it's Niner Niner 4. Bilan Niner Quebec Hotel. So, we will be taxiing via the outer, so we'll take a left here and then we'll go here to Bravo 1. Can I paint that or... It's like... I'm kind of a boomer when it comes to these kind of things. So... For a taxi... Taxi light on, runway turnoffs on. Parking brake released. And we have got idle taxi. At least this plane is so light it starts taxiing by itself, so we don't need to give any thrust. I'll already check the cabin takeoff config, and then we have the taxi checklist complete, because I'm following the Brussels Airlines checklist at the moment. I don't know if you can see Sebastian. Maybe he's I see him. Ik zie daar een wilde Iberia op de outers verschijnen. Zo wild als maar kan zijn, maar ik zit wel op mijn plek. Ik denk niet dat ik vandaag al fout getaxied heb, dus voor straks in Barcelona. Ja, ja. Maar normaal, als ik niet verkeerd ben, we gaan al niet naar de low cost moeten. Dus allee, als je in Barcelona arriveert op de 2-4 ride, dan heb je het nog redelijk makkelijk. Zo. Dus ik zal het nog wel uitleggen. Ik ben al een paar keer naar Barcelona gevlogen in het echt. Ja. Iberia 015 is approaching. Bravo 1 ready for departure. Iberia 015, wind 1883 degrees, eight knots, runway 25 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, 25 right, Iberia 015. We can watch Sebastian's takeoff from the cockpit. We then in Quebec Hotel fully ready as well. Niner Quebec Hotel, after the parking traffic, line permit, runway 25 right. Behind the parking traffic, line up and wait, runway 25 right behind. So we have got our lineup clearance. We will put the runway turnoffs off. No, I'm gonna leave it off, because otherwise we will really disturb Sebastian. We have got all the times of our lives. We can see this was the end of our thing right here. Very nice, very nice. So, line up. Take off runway. Yeah, stand by. Runway entrance procedure. So to take off, I'm gonna put the wing lights on anyways. Oh, yeah, that's not what I'm meant to do. And then we'll put this over to TARA. Things in the airbase, you basically don't really have to do anything. And then we can see Sebastian. Iberia 015, no more ATC available, Montreal, come 1-2 decimal 8. Thanks for flying Brussels and have a safe flight, bye bye. Unicom 1-2 decimal 8 for Iberia 015, thank you for the service, good evening. Parking brake on.
So lineup checklist, take off runway 25 right confirmed. TKS, TA, our Apex 1 and 2 are on. Then we don't need the checklist anymore because there's no any kind of climb checklist. Next will be the approach checklist. That will be fun as well. We're just waiting for Sebastian to get far enough. We can't see him yet on our. We've got a Verling behind us. And I see someone is watching the stream. Welcome to the stream. Line Niner Quebec Hotel, wind 195 degrees, 6 knots, runway 25 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 25 right, Bilan Niner Quebec Hotel. And clear for takeoff. 50%. And Toga. We have got a beautiful headwind here for us. That's V1 rotates. Positive rate, keer up. And we are above 700, so we can make the turn. And Beeline 9 Quebec Hotel, global rate is here available, not going on to 2 decimal. Thanks for flying Brussels and we've reached the way. Thank you all, frequency change approved. Beeline 9 Quebec Hotel, bye bye. I'm just lost what I'm supposed to do. 1 to 2 decimal 8, yep. Yep, that's what I'm supposed to do. Yep. Jesus. And then we can put these to normal as well. And I'm gonna put the sound of the plane slightly less because I don't want to go deaf. Because I would like to still hear myself talk. And then it's 4500. And we go to standard pressure. I'm gonna zoom out a little. It seems we have got a discontinuity in our. Yeah, it's no problem, we can go to middle direct. I should have checked for discontinuities way before, but I'm doing it now. And I do not care if anyone says. Yeah, okay, that's alright. Arc. And we can leave it on 80. And we are on Unicom. Yeah. So soon we will be just
guests, we will shortly start our in-flight service. And that's 10,000 feet, so... this off, this off. Landing lights off, wing lights can go off as well. En we have Mark coming along. En die dan ondertussen gelost door Tower? Ja. Oké. Ik zou moeten aankomen om 26 over 8 lokale tijd, volgens mijn FMS. Bij mij staat er, bij mij staat er 34 op. Ja, dus dan hebben we een beetje separatie ook, hè. Ja, hij heeft me wel even doen wachten, dus... Jongens, Barcelona ziet er wel echt druk uit, zo. Oei, oei. Wel, hij staat in de top 5 van de drukste luchthavens op dit moment, hè, met 10 inbound en 14 outbound. Ja, en ook dubbel in de approach online plus center. Als we chance hebben, komt Tower online. Ja, inderdaad. Ja, het zou fijn zijn om in Frankrijk ook een beetje een ETC te hebben. Ja, moest Bordeaux controle online komen, zou het eigenlijk wel ideaal zijn, want voor de rest kunnen we eigenlijk niet veel mee doen, maar Bordeaux zou wel ideaal zijn voor die initial descent clearance. Ja. Dus het zal de 2-4 right worden. Heb jij er enig idee van of we links of rechts moeten vacaten? Wacht hè. Ik ga 2 seconden mijn kaarten erbij. Ik vlieg met Iberia. Als je het weet, een ander vraag ik het straks. Ja, dat is geen low-cost, hè, toch? Nee, volgens mij niet. Ja. Dus hoe het zit in Barcelona is, je hebt standaard 2-4 left, 2-4 right. Dat is een beetje gelijk bij ons, heb je 2-5 en left, 2-5 right en left. Dat wordt standaard gebruikt in Barcelona. De 2-4 is altijd voor arrival en een left voor departures. De terminal 2 is voor low cost en de terminal 1 is voor alles anders, veiling enzovoort ook. Oké, dus we moeten dan links... ja, vacuum. Links wel. En de snoots, meestal zeggen ze het ook wel, als je niet aan het oplet. Als je... of ja. Ja, je kunt ook vragen, confirm vacating via de left. Ja, voilà. Dan zijn we zeker. Maar ik ga gewoon vacaten via left, want ik zie altijd Brussels Airlines, die staan meestal wel... Die staan meestal wel links, dus... Ik zou het maar vreemd vinden, moest ik niet links staan. Heb je ook serieus tegenwind? Ik heb nu 78 knopen rechts op de bol. Ik heb, ja, ik heb ook echt. Ik heb 70 knopen ook gewoon plat het wind. Ik zal vlug eens een kijkje nemen op windy.com. Het ziet er naar uit dat. Dat het ongeveer tot Orléans, dat we een headwind gaan hebben. En dat het achteraf crosswind, tailwind-achtig gaat worden. Ja. Gebruik jij ook Simbrief? Ja, ik gebruik Simbrief. Daar kun je per waypoint zien wat de wind is. Je hebt zo'n pagina wind information. En dan zie je verschillende waypoints. Ja, dat weet ik, maar ik vind Windy wel betrouwbaarder. Ja, ja, maar ja. Windy is trouwens ook hetgeen dat we gebruiken bij als we effectief echt in het echt gaan vliegen. Om te zien hoe dat weer is. Los van de meta en de TAF-informatie uiteraard. Ja, ik moet denk ik ook de TAF nog een keer nakijken, want morgen zouden we normaal ook gaan vliegen, maar... Het ziet er voor de moment niet zo uit. Ik had nog overwogen om vanuit Wevelgem te vliegen. Maar voor zaterdag, wat zeggen ze, de neerslagzone bevindt zich over het westen van het land en pas in de namiddag trekt deze door naar het oosten.
Dus ja, westen veelal grijs met periode van regen, nevelig. En het centrum. Ik zie wel, in Charleroi zit het er morgen. Ziet het er wel goed uit? Ja, in de voormiddag. In de voormiddag kan dat wel, maar in de namiddag is het echt gewoon, moet het echt gewoon niet proberen. Maar we gaan... Kijk wat het afzegt op dit moment. Maar we gaan morgen... Ik ben al redelijk blij, want morgen vroeg gaan we met de staf allemaal een keer naar Charleroi Tower gaan. Ja, mo. Tof. Ja. Ja, dingen... De Tommy die je kent, mensen daar, dat daar in dingen zitten, dus... Ja. Ja, ze geven... regen tot 3 uur vannacht voor Charleroi, op de huidige dag. En dan pas vanaf 4 uur in de namiddag. Ja, bij mij staat het er ook zo op de TAF's. Ik zit op die middag op de TAF-punt om te kijken. Final, runway 22 for landing. Het ziet ernaar uit dat er toch nog iemand achter ons aankomt. Mark vliegt mee met ons. Aha. Maar is een beetje achter, want hij staat nu pas op de stand, dus het zal... Ja, ik zie inderdaad een Vueling 75 Sierra Alpha. Zonder tower, helaas. Ja, het was de waard. Ik had hem zo een berichtje gestuurd van: hey, kom een keer vliegen online voor ons. Ja, strak plan. Ja, op zich. Ja, een heel goede ATC, ja, wat. Oké, er is just een berichtje in een chat. Wat een goede ATC, je moet niet raden van wie dat kwam. Wat, de ATC was toch goed in... Ja, maar het was wat zelf, het is ermee. Ja, ja. Zichzelf een beetje bloemen toegooien. Ja. Het mag. Ja, op zich, maar het ding is, als je in Barcelona gaat landen straks, hè, ik zou zeggen, ziet dat je vacate Romeo 6 of zoiets. Want alles vroeger is echt gewoon een lange taxi. Ja. Natuurlijk ook een beetje zin met eventueel verkeer achter je. Als ze geen go-around moeten doen omdat jij op je gemak nog aan het doortuffen bent. Ja, nee, maar ik bedoel, je moet niet zeggen van oké, kan je medium brakes binnen gebruiken ofzo. Dat is allemaal overbodig, in mijn opinie. Ja, maar sowieso in de toren is ADR19 van op het moment dat je iets anders gebruikt dan low, krijg je te warme remmen en mag de brake fan aan. Ah ja, dat is waar, ja. Ik heb dat ook. Nu, het is nu niet dat ik nadien opnieuw ga opstijgen en dat ik dus ga moeten wachten, maar in de Tonys gaat dat precies wel redelijk. In de A319 en de A340 niet. Die heeft daar precies minder last van. Ja, ik heb dat ook gehad, dat je zo een paar legs moet doen en dan moet ik nog 10 minuten langer of zo op de stand blijven staan. Ja, dat doen mijn breakfans. Als je dan zwaar geladen zet of zo, dan. Dingen, maar ik heb wel een grappig verhaaltje van Barcelona. Vertel maar. Dus ik ken een EasyJet. Er zit hier bij ons in de Belgische divisie zit er een echte EasyJet captain. En die is gebaseerd in Barcelona. Mm-hmm. Maar die starten van de Terminal 2 dan, hè, en die zeggen van ja, kijk, als wij beginnen taxiën 3 minuten van runway 2 for right naar 2 for left. Is perfect. Dat is perfect. Dat is exact 3 minuten. Qua taxi. Dus dan doen ze meestal single engine taxi tot 2 for right en dan kosten ze de runway. Maar dan is het al verschillende keren gebeurd dat ze zeggen van. Dat een van die captains, dat die in de plaats van start engine 2, dat ze engine 1 afzetten. Ah, oei.
En dan, dus sta, ze, en dan ja, staan dan ze dan daar zonder motoren, ja, zonder motoren staan ze op de runway. Schoon. Drie, vier go-rounds dat hem weer gestart is. Dus wij zijn niet de enige die fouten maken. Nee, zeker niet. Ik vind het eigenlijk wel een beetje raar dat er niemand online is in Frankrijk van Center of zo. Ja, daar is er meestal wel wat activiteit, maar kijk, deze keer niet. Nou, jammer. Ik ga je één ding zeggen, echt een RV voorbereiden is echt. Oh, dat is echt een hel, jongens. Wat voorbereiden? Een RV voorbereiden, dat is echt een ware hel langs de kant van de staf. Is het waar? Ja, we zijn nog bezig met een. Ja, het is al eens aan dek voor de stand locations naar buiten te krijgen. Dat is voor al wie dan morgen zal vliegen. Ja, we hebben een stand location voor de. Ook voor de ETC's, voor de arriving traffic, dat we kunnen zeggen van oké, zit hij in daar, zit hij in daar. Ja, alleen. Dat geen chaos is van zus en zo van oei, lab, het is zus. En ja. Dat zal wel goed lopen. En ga je de sim proberen? Ik waarschijnlijk wel, maar ik moet zien. Het hangt ervan af wie mijn instructeur is. Want als Ivan het is, dan ga ik gewoon gaan lopen. Hè. Is het waar? Rust het je te veel? Ja, dat is één met een baas. En twee, die geeft les effectief op het vliegtuig waar dat de simulator van is. Dus, goede training. Goede training, ook strenge mentor. Wow, ja. In een sim mag je alles iets misdoen. Ja. En was het gisteren dan een beetje plezant op jouw training of was er stress? Dat is gezonde stress, zullen we het noemen. De stress was wel oké. Maar het probleem was gewoon dat dingen gekend Sieben, hè. Mm-hmm. Die was wel een paar rotstreken aan het uithalen, want gelijk op een gegeven moment, als jij op een prooi werd, hè, wilt hij een afdraaien. Ja. En die wou je afsnijden, hè. Ah, oké, okay, ja. Ja die... Misschien dat ik dan een go-around heb gekregen. Nee, dat was omdat je een toeval. Dat was een foutje van de prooi. Ah, oké. Okay. Die dacht waarschijnlijk dan... Ik heb het niet meer gedacht volledig met Jeremy, maar die dacht waarschijnlijk dat ik het niet meer ga halen. Ja, nee, maar, Jeremy die zei. Ja, ik dacht dat hem op de 2-5 right was. En uiteindelijk was het op de 2-5 left. Ja, ik wou de 2-5 right, maar hij had me inderdaad laten opdraaien voor de 2-5 left. En ik had het ook pas door op het moment dat ik opdraaide, dat in één keer mijn localizer poep, van links naar rechts verdween. Maar op zich geen probleem. Maar ik was sowieso in cowboy-modus gisteren. Oei. Want, ja, wel, ik heb geen idee waarom, maar ik ben in kruisvlucht en in één keer. Mijn vliegtuig kan zijn hoogte niet meer houden. Hij klimt, hij daalt. Hij klimt, hij daalt. Hij begint zo wat te jojoen. En ik stel daarbij vast dat mijn vertical speed indicator niet meer werkt. Dus die staat gewoon netjes op nul. Terwijl ik effectief aan het klimmen of aan het dalen was. Hmm. Dus op het moment dat ik dat heb gemerkt, het was eigenlijk
vrij dicht op mijn top of descent. Vanaf daar was ik dus manueel aan het vliegen. Oh. Initieel werkte mijn flight director wel. En die flight director die toonde wel iets pertinents aan, had ik de indruk. Dus het was echt gewoon een failure of zoiets? Of... Ja, ik vermoed bijna dat het een failure was. Maar bon, het vliegtuig vloog wel. Ik kon het perfect manueel besturen. Het is juist enkel de autopilot die niet ging, want ook de vertical speed mode ging niet. Want daar wist hij niet wat hij mee moest aanvangen en dergelijke meer. Dus ik op flight director een eindje gevlogen. Tot aan mijn go-round natuurlijk. Want ik was eigenlijk al... Ah, dan hebben jullie ook nog helemaal manueel moeten vliegen of wat? Ja. Oh. Gelukkig was ik voorbereid, had ik Bruno VOR ingesteld. Had ik Brussels VOR ingesteld, dan kon ik perfect weten, oké, dat is de pijl, die moet ik volgen. Daar moet ik naartoe. Ja, oh mijn god. Maar ja, je hebt ook een handtekort, hè? Op dat moment. Want ja, stick in één hand, throttle in je andere hand, maar je moet dingen aanklikken in je cockpit. Ja, dat is waar. Dus dan moet je soms je stick loslaten, dus dat was nog plezant. Ja, dan is dat zo heel vlug zo, en dan hopen dat je niks vergeet. Ja, en hopen dat tegen dat je terugkeert. En nu kijkt dat je vliegtuig nog altijd min of meer doet wat hij verwacht dat het doet. Ja. Maar dus vliegen zonder vertical speed indicator is echt wel aanbetand. Want om te weten of je klimt of daalt, moet je kijken naar je altimeter. Maar je hebt totaal geen benul van klim ik nu rap, of daal ik nu rap of traag. Allee, dus, heb ik nu genoeg mijn neus daarom ook getrokken om te stoppen met dalen? Dus zo, ja, dat was wel nog interessant. Ja, maar interessant. Nou, ik heb het ook een keer voor gehad in Nice. Ik had twee keer een go-round moeten vliegen. Dat was niet grappig. Oei, ja. En I'm fuel critical is dan vaak hetgeen je moet zeggen om prioriteit te krijgen. Wow, ik had dat niet gedaan, maar ik was er wel geraakt. Dus. Want ik had ook zo echt een zwakke approach gedaan, want mijn vliegtuig zijn navigatie begon echt keihard te doen. Dat is ondertussen al een paar jaar geleden. Destijds was dat nog op VATSIM, die controller was niet blij. Ah, ja. Als er dan zo'n een piloot die zo nog redelijk nieuw is, zo komt vliegen en zo van, wat is dat hier allemaal? Ja, kan ik mij levendig indenken. En als je dan nog wat wind er bovenop smijt, dan maakt dat zeker een interessante situatie. Ja. Maar ik was gisteren blij dat het VMC was, dat ik VMC kon vliegen, en dat ik dus effectief iets zag buiten. Ja, dat is dat, hè. Als dat IMC gebeurt, geen vertical speed indicator meer, dan was dat waarschijnlijk wel een stuk lastiger geweest. Ja, ik heb. Weet je wat ik zin heb? Als het zomer wordt, als de Tui, als ze weer naar de Griekse eilanden starten, als hun zomerschema open gaat. Want dan, hè, dan kun je, als je dan naar de Griekse eilanden gaat, daar is bijna altijd VMC conditions. En dan de ATC die zich meestal gewoon cleared voor visual approach. Ja, of. Gewoon gelijk mee, buiten kijken. Ja, het is dat, hè. De visuele approach is een van de leukste dingetjes om te doen, hè. Brussels traffic, speedbar 286, crossing Turkey at flight level 160, all winning is in quick. Crossing Turkey. Voilà. Ik heb de indruk dat jij een licht andere route volgt dan ik. Ja, wacht, hè. Ja, mijn route is inderdaad een beetje anders, inderdaad. Maar ja, ik heb hier wel zo rare dingen dat ze erin hebben gestoken en dat ik echt niet begrijp waarom het is. Dus ik ga dat er gewoon uithalen.
hebben dus twee Barcelona controls en één approach, heb ik de indruk. Kan dat kloppen? Ja. Dat is ongeveer hetzelfde als Barcelona kan op zich wel kei druk zijn gewoon. Maar je moet. We gaan waarschijnlijk de East moeten contacteren. Of wacht. Ah ja, inderdaad staan E en een W in. Dus het ene zal East zijn en het andere ja, zal we gaan, zijn. We gaan East hebben, want heb je de Puma 2 Whiskey Arrival? Nee, de Alber 1 Zulu, maar ik passeer eigenlijk via Andorra. Zie ik op de kaart. Ah, okay. Dus het zal ongetwijfeld East zijn. Ja, bij mij is het echt zo plat op de grens, maar mijn arrival gaat dan uiteindelijk wel East uit. Ik kijk er wel naar uit morgen om iedereen zo te ontmoeten. Ja, dat gaat wel een keer geestig zijn. Ja, zo een keer zo. Het feit dat zo die stem ook een gezicht krijgt. Ja. Want ja, ik zet niet graag mijn profielfoto op mijn. Ik zet niet graag mijn gezicht op mijn profielfoto. Dat is gewoon. Ik vind dat zo dingen dat iedereen mijn gezicht kan zien. Dat ik krijg daar echt gewoon. Ik word daar echt gewoon gestrest van als ik daar überhaupt over nadenk. Je kunt een avatar zetten of een ander treintje, hè? Ja, het is dat. Of niks. Ik hoop eigenlijk dat we een beetje een shortcut gaan krijgen, want anders gaat dat hier een heel lange arrival worden. Ja. Wat is. Op dit moment is er. Ja, wacht, maar de runway is veranderd. Nee. Want ik ging zeggen, het is landen met rugwind, maar we hebben 6 knopen op 90 graden. Wind op de meter. Ah, het is nu 06. 06 left arrivals. Ah, ze hebben ILS Zulu 06. Ja, 06, ILS Zulu 06 left. Met auto switch procedure in force. Dus ik neem aan dat we zelf moeten veranderen van frequentie, vermoed ik. Maar dat is misschien voor degenen die opstijgen vanaf Tower. Ik heb echt. Daar, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, ja, dat heb ik wel al een paar keer gehad. Dus dat je opstijgt, krijgt je take-off clearance van Tower. Maar van het moment dat je dan airborne bent, dat je naar vlak gaat. Zonder af te maken. Ja, dat kan wel, ja. Maar dat is eigenlijk de enige situatie die ik tot nu toe heb meegemaakt. Oh, die ILS approach is ook gewoon echt keilang gewoon, hè. Mm-hmm. Ik heb het laatst wel een geestige situatie gehad met de fly-by-wire, dat is wel komiek. Ik was aan het leren. Sam Bogaert, dat is een echte piloot, die vliegt in de PC-24. En die was mij. Ah ja, nu de Copes, ja, die is juist in Deurne aan het landen. De Copes. Hij had gezegd dat ik het aan iedereen moest vertellen. Dus iedereen, ga zeker een keer op ADSB Exchange kijken als je een PC24 in Deurne op approach ziet. Dat is onze goede vriend Sam Bogaerts. Ja. Ja, Henk, er zijn krassen niet meer uit, maar dat is in principe. Ja, dat is in principe in de dingen ingebouwd, dus op zich kan ik niet echt iets aan veranderen. Puma 1 Echo Arrival. Puma 1 Echo Arrival.
Oh, een Avaya. Ik zien, we nemen die via Victor Lima Alpha Tour. Victor Lima Alpha Tour. En check. Zo. So. What the hell is going on? Zo. Ah ja, sorry, ja, ik was even afgeleid geraakt. ja, dus mijn verhaal was dus, dingen Sam Bogaert, die was mij aan het leren hoe dat ik een deftige Arnav approach... Ah, ik heb hem hier. Ja, ik heb hem hier gevonden. Ja. Dus die was me aan het leren hoe ik echt goed een Arnav approach moest uitvoeren in de fly-by-wire. Wat het probleem was, de fly-by-wire heeft blijkbaar nog geen Arnav approach. Aha. Dus ja, dat blijkbaar was dat een tijd geleden en dat was gewoon compleet kapot gegaan. En dus hebben ze het eruit moeten halen uit het vliegtuig en zijn ze aan het werken om het er opnieuw in te steken. Maar ik wist dat niet. Dus recht op final. Je hebt normaal dan zo die altitude deviation system, hè? Ja. En dat kwam dus niet. Zo, en wij diamantje zo... dat zo naar ja, boven, naar omlaag nee, gaat. Nee, het is een altitude deviation system voor Arnav approach, ziet er een beetje anders uit. Dat is eigenlijk een groen doosje. Daar rond u een vertical speed indicator. En uw, wat dan normaal uw diamantje zit, is u eigenlijk een beetje een groen doosje zo. En dat was echt. Het was wel komiek, want we waren dan zo van, wat is dat hier allemaal? En dat gebeurde maar niet. En die tower ook zo van, confirm grow around. En wij zo, nee. En dan heb ik manueel moeten binnenvliegen, dat was wel grappig. Ja, je waart visual. Ja, het was visual, het was VMC conditions, het was in dingen in Budapest. De call sign is by the way Flying Group Luxemburg 8 voor Victor Charlie. Mm-hmm. Zo interessant. Yep. Oh ja, yeah. Charts. Dingen, de laatste keer dat ik in tech naar Barcelona was gevlogen, was het wel komiek. Het was ergens rond die tijd ging het Grand Prix van Barcelona zijn en op een gegeven moment kijk ik uit mijn raam en ik zie en dan zie ik plots die een ik zie plots de baan vanuit het vliegtuig en ik zo, dat is die baan. Het circuit zag je dan? Ja, ik zag het circuit van het vliegtuig en ik dacht zo, tof jong. Ik denk dat Barcelona dat sowieso een van mijn all-time favorites om naartoe te vliegen, maar ik heb echt nog geen tijd gehad om er een keer echt in de sim een goede vluchtje naartoe te doen, dus echt, het is de ideale opportunity. Ja, vanavond hè. Ja. En wanneer ga jij je ADC-examen doen? Goh. Ja. Het is wel een experience. Als je de PPL-theorie hebt. Ja, jij hebt je PPL-license, hè? Ja. Ja, dan op zich dan moet dat zeker gaan, hè? Ja, maar ik moet zo die procedures leren kennen hè, op Brussel. Als je wilt. Ik ken die luchthaven binnenste buiten, ze. Ja. Dat is via de online school en begrijp dat dat nieuwe technologieën zijn. Maar ik heb graag een goede PDF dat ik kan afdrukken en dat ik dan zo
overal kan die zijn. Ik begrijp dat zeker, jong. Ik begrijp dat echt absoluut. Want ik werk al veel met de computer. En als ik dan nog een keer sim zit, ik ook aan de computer. En dan heb ik zo weinig koesting om nog bij te studeren aan de computer. Ja, dat begrijp ik zeker. Maar tegenwoordig, als wij bij ons op school, hè, dan is alles ook... Tegenwoordig hebben we ook allemaal pc's en dat is echt ambetant. En dus daar zie ik dan een beetje tegenop, want ik zou dan eerst moeten inlezen in alle procedures voordat ik eerst training aanvraag en dan eventueel examen. Ja, want ding is, maar die training die is er voor u te trainen. Ja, dat is voor te leren, hè. Dat is niet... Je moet niet examen klaar zijn voor de training. Je moet het zo pakken. Ja, maar ik denk dat je toch een minimum aan... aan voorbereiding nodig hebt. Om de training goed te laten verlopen en om je coach niet te veel te frustreren. Ja, gisteren was Matthias zich meer aan het frustreren op de piloten dan op mij. Ja. Dat gebeurt ook, zeker op Ivao. Ja, dat was er zo gisteren in. En ik zeg die line-up en wait. Je hebt een spacing dat je nodig hebt. En heeft hij mij 3 keer gevraagd wanneer dat hij mag opstijgen. Ja. En dat is vreselijk ambetant dat er wat vliegtuigen zijn. Dus, Ja, want die pakken dan ook tijd op de frequentie in. Het is dat van anderen en dat voor jou ook. En je bent weer afgeleid, hè? Ja, het is dat, hè, want dat is echt, soms is dat echt ambetant. We are gonna put in the destination. Het is echt jammer dat we geen ATC hebben in Frankrijk. Nou, het is echt stom. Er is altijd ATC in Frankrijk, behalve wanneer ik vlieg. Ja, echt, hè. Ik zou ze bijna beginnen beschuldigen van racisme. Volgens mij is er daar één die mijn kanaal volgt op YouTube en telkens als ik de stream in plan zeg van niet online komen. Ja, zo even zo Bordeaux Center gewoon blokkeren. Gaat jij morgen de ganse nacht komen of? Nee, ik zal even langskomen in de namiddag, vlug binnen en buiten. Gaat je iets zien of? Nee, ik kom gewoon. Dus hallo zeggen. Ah. Ja, ik ben daar normaal de ganse dag, dus afhankelijk of we dan wel of niet vliegen, we zullen wel zien uiteindelijk. Ja, dus dat. Nu kan ik die verdomde kaart niet vinden. Wacht, hè. Ah, wacht, ik heb het. It's 10-2 en it's Mike. Aha! Taxi, de 10-9. And we will get the stands. Ik heb iemand hier in de chat die zegt voor Brussels Airlines dat het stands 250 tot 268 is. Dat kan, ja. In het echte leven heb ik. Wacht, hè? Ja, ik heb inderdaad langs. Ik heb effectief één keer langs die kant, maar ik heb ook al op de 212 heb ik al een keer opgestegen ook. Maar dat is ondertussen wel even geleden, dus het kan wel goed zijn dat het effectief anders is. Want ik ben ondertussen al 3 keer naar Barcelona geweest. 2 keer met Brussels Airlines en 1 keer met Ryanair. Die Ryanair vliegt als oprecht. Je moet dat eigenlijk wel een keer doen, dat is onvergetelijk. Met Ryanair naar Barcelona? Ja, met Ryanair naar Barcelona. We waren aan het terugkomen en we landen in Brussel. En iemand midden in de landing die staat gewoon recht.
tof. Ja, die springt gewoon recht en niemand had het gezien. Maar de cabincrew wil en die beginnen door de intercom beginnen die te roepen. en die beginnen dan te roepen van ja, ja, gaat zitten. En je hebt zo van die mensen die zo al recht beginnen staan als we amper gearriveerd zijn aan de gate of zo en die al zo naar de deur aan het sporten zijn, maar dan heb je ook zo van die. Maar deze, dat was echt gewoon de meest extreme versie van op tijd recht staan al gezien. Jij vliegt ook met nerves, hè? Ja, een 319. Ik ben hier een speed constraint aan het proberen in te stellen. 280 knopen of minder. Wat is het formaat daarvan? Wat moet ik intypen om 280 of lager te hebben? Heb je daar een idee van? Wel, hoe dat ik het doe... Ben ik het ervoor? Ben ik het erachter? Maar heb je de slash ook gezet? Moet ik een slash zetten? Ja, slash 280 min of zo? Nee, je zet. Dus je zet. Als je. Maar je moet hem enkel. Bij Nerbus kunnen we enkel. Zover dat ik weet, kunnen we enkel op een specifieke snelheid laten holden. Dus je zet bijvoorbeeld 280. Ah, dus, oké. Okay. En dan zet je. En dan moet je een slash zetten, want anders weet hem niet langs welke kant dat hem moet plaatsen. Of het dan een altitude of een speed is. En je zet de slash erachter als het een speed is en ervoor als het een altitude is. Ja, oké. Okay. En voor de altitude, want dat is eigenlijk een ander veldje dat ik dat kan ingeven. Wacht, voor de altitude zet je gewoon de slash ervoor. Dat pakt hij wel. Dus ik heb nu voor flight level 250 or below 25.000 en een minnetje en dat pakt hij wel. Ah, toch. En dan ga ik hier proberen 11.000 plus. Ja, maar dan vervangt hij mijn flight level 250. Maar kan ik hier de twee naast elkaar proberen in te geven? Geeft hem dan niet automatisch in bij u? Voor Albert heeft hij hem precies niet, dus ja, ik ga hem manueel ingeven. Hè. Vreemd. 262. Ik denk dat ik het ga moeten zelf in de gaten houden dat hij het goed doet, want ik heb geen idee hoe ik het moet ingeven hier. Nu is er nog een derde approach online, hè? Ja, welke moeten we nu contacteren? Wat is dat? Wachten op de foresight. Ja, eigenlijk, dat is eigenlijk echt een geniaal idee, hè? Of, andere optie is, gewoon rondgestuurd worden. Ik zat ooit zo een keer zo op dingen, als ik was er eerst naar het zuiden aan het vliegen, ik weet het nog meer waar. Maar ik zat op Paris Control en die stuurt mij door naar Brest. Maar Brest die zegt tegen mij, wat doe je hier? Je moet hier nog niet zijn. En ik zeg, ja, Paris Control heeft mij naar hier doorgestuurd. Ik had zoiets van... deal with it. En ja, dan heeft hij dan gezegd, oké, je mag blijven. Ja. Geen van beide, Henk. Het is gewoon een beeline. Het is gewoon een nieuwe livery dat we hebben vandaag. Ik had wel plezier met een Sierra November Bravo gevlogen. Wauw. Maar de Aerosmurf is out of service, hè. Die heeft zijn special livery kwijtgeraakt. Ja, gevonden voor de altitude constraint. Ik geef dus in FL 110 voor flight level 110. En dan het minteken. En dan FL 250 voor flight level 250. En dan pakt hij hem juist. Ah, oké. Okay. Ja, dat is ook al. Ja, ik heb het gezien hoe dat hij deed vanzelf voor een ander waypoint en ik dacht van ik ga dat een keer zelf ook zo proberen. Ja, ik moet ook even de altitude constraints nakijken.
maximum 218 knots. Oh. Yeah, 280. Speed constraints, 280. Met die omweg om te landen op de 06 is het wel 20 minuten langer. Jongen, jongen, jongen. Dus het was Foxhot Lima en dan bijvoorbeeld 250 en dan minteken 130. Ja, ik heb dan ook wel nog eens de Foxtrot Lima toegevoegd na het minteken. Oei, format error. Oei. We zijn mekaars pad al twee keer gekruist. Dat is grappig. Serieus? Op mijn waai. Ja. Ja, eerst had jij meer ten oosten, en nu is het kip meer ten oosten. En veel towers online in Spanje, maar niet Barcelona. Hmm.